Hartelijk welkom bij het Politiek Loket. We spreken vandaag met Koen Lagewijn. Mijn naam is Norbert Kuiper. Welkom, Koen Lagewijn. Meneer Lagewijn. Goeiedag. Kunt u zichzelf even kort voorstellen voordat we verder gaan met vragen? Ja, natuurlijk. Ik ben Koen Lagewijn. Ik ben 50 jaar geleden geboren in Purmerend in de wijk Weermolen. Waar ik nog steeds met heel veel plezier woon. Ik ben getrouwd, heb 2 kinderen. En ik ben werkzaam bij een caravancentrum in Purmerend. Ja. En ik ben 50 jaar geleden geboren in Purmerend. En Purmerend is mijn stad, zoals ik het altijd zeg. Weermolen is mijn wijk. Ik ben daar geboren en getogen. Mm-hmm. En ik vind het gewoon heel fijn om in Purmerend te wonen en te leven. En daarom vind ik het ook belangrijk om me in te kunnen zetten voor de eigen stad. Ja, heel goed. Dus u bent actief voor de Stadspartij Purmerend. Ja. En u bent nu lijsttrekker voor het eerst. Ja. Inderdaad, de eerste keer. Het is natuurlijk iets aparts. Purmerend is gefuseerd met de Beemster. Mm-hmm. Of gaat fuseren met de Beemster per 1 januari. En als Stadspartij Purmerend zijn wij nu ook samengegaan met de Beemster Polderpartij. Beide lokale partijen. Stadspartij is natuurlijk de grootste lokale partij in Purmerend. Al 2-3 periodes college deelnemer. Mm-hmm. En de Beemster Polderpartij is de grote lokale partij uit de Beemster. En daarom vonden we het heel goed om die combinatie te maken. Ja, oké. Okay, nou daarvoor vragen we straks meer. Over uzelf, hè? Ja. Kunt u schetsen waar u vandaan komt? Wie zijn uw vader en uw moeder? Ik ben dan geboren in 1971. Ja. Ik heb nog een broer, een wat jongere broer, die heeft een eigen hoveniersbedrijf in Purmerend. En mijn vader en moeder die waren heel verzorgend onder ons. Mijn vader was alleenverdiener. Mm-hmm. We hadden het niet al te breed thuis, zo eerlijk moet ik ook zijn. Maar ze hadden alles voor ons over, alles stond in teken van ons. Ja. Mijn vader werkte keihard om ons te kunnen geven wat we wilden. We hebben het niet slecht gehad naar wat we hadden. En mijn vader is helaas 2,5 jaar geleden overleden. En die mis je nog elke dag, dat is gewoon zo. Maar ze hebben wel enorm goed voor ons gezorgd en daar ben ik ze nog eeuwig dankbaar voor. En die hebben ons ook echt de juiste normen en waarden, denk ik, meegegeven. Blijf met je poot in de klei staan, blijf gewoon jezelf, werk hard. Mm-hmm. Doe maar normaal, doe je gek genoeg. En dat hebben we van huis uit meegekregen. En niet dat ik nou zo, mm-hmm. zo goed ben, zoals ik het zo wil zeggen. Maar ik ben heel blij dat mijn ouders dat ons wel meegegeven hebben. Ja. Ja, ja. Ja. Zijn er ook waarden die je aan uw kinderen wil meegeven? Absoluut, absoluut. Ja. Ze zitten beide, doen ze de opleiding tot beveiliger en eentje handhaving. Mm-hmm. Mijn dochter doet nu de opleiding tot handhaver en mijn zoon doet de opleiding beveiliger. En daar ben ik gewoon heel trots op en dat stralen ze ook wel uit. Het zijn ook echt recht is recht, krom is krom. Er moet ook wel een beetje pit in zitten in mijn kinderen, vind ik. En ja, ik ben enorm trots op ze en hoe ze het ook doen. En vooral, wat ik ook altijd zeg, je mag alles vinden, maar je bent wel respectvol naar een ander toe. Altijd. Mm-hmm. Je mag alles kunnen zeggen, maar wel met alle respect. En dat vind ik gewoon het belangrijkste, respect onderling. En dat zie je ook in de samenleving, er kan best wel wat meer respect onderling zijn. En ja. dat geven wij, mevrouw en ik, ze zeker mee. Wees respectvol naar je medemens. Je vertelde al net dat je bent geboren en getogen in Purmerend. Heb je de stad in de loop der jaren zien veranderen? Ja, absoluut. Als je nu terugkijkt, niet bewust. Je zit erin en nu zit je meer in de politiek, dus dan ga je er toch anders naar kijken. Maar ja, natuurlijk, Purmerend was een dorp en het is eigenlijk nog steeds een dorp. Iedereen kent iedereen. Maar we zijn wel ondertussen een stad geworden met 80.000 mensen. En met de Beemster erbij 1 januari. Er komen er nog eens 10.000 inwoners bij, gelukkig. Dus dan gaan we naar 90.000. Maar ik heb Purmerend wel zien groeien. En we moeten ook meer denken als een stad. We zijn natuurlijk een stad met goede voorzieningen, mooie voorzieningen. Er is een heel mooie, een P3 is erbij. Een heel mooi zwembad hebben we bijgekregen in de loop der jaren. Het Willem Eggert Centrum is natuurlijk gigantisch bijgekomen. Je kan het mooi vinden, je kan het lelijk vinden. Dat is iedereen persoonlijk. Maar er zijn wel faciliteiten die we nodig hebben in een stad als Purmerend. En voorzieningen hebben we ook nodig. En ik ben ook blij dat je die voorzieningen steeds meer tegenkomt. Mm-hmm. En dat is de stad ook mee gegroeid. Ja. En het Purmerend is gewoon, wat mij betreft, nog steeds een mooie woonstad, een mooie leefstad. Ja. En dat moeten we ook zeker zo houden. Ik bedoel, het moet een stad zijn waar iedereen zich thuis voelt. Purmerend groeit nog steeds, hè? Ja. Dus die voorzieningen die moeten ook blijven. En, zeker. Dat moet groeien. Absoluut. Ik vind ook, en dat hebben we als Stadspartij, Beemster Polderpartij ook heel duidelijk in het verkiezingsprogramma staan.
Zorg ook voor een buitenzwembad erbij. Ik bedoel, we hebben denk ik 90.000 inwoners. En dan moeten we, als we zomers lekker willen zwemmen buiten, moeten we niet in permanent, maar moeten we in de regio in. Moeten we of naar Volendam of Monnikendam of ja. We moeten naar Landsmeer. En prachtig. Maar ik vind als stad en als stadspartij vinden we ook als stad moet je gewoon je eigen buitenzwembad hebben. En daar zijn we ook hard, ons hart voor aan het maken, zeg maar. En waarom bent u politiek actief geworden? Is daar een bepaalde aanleiding voor geweest? Ja, en dat is, op dat moment was het een hele vervelende aanleiding. In 2011, ik woonde, wat ik al zei, in de Wimmolen. Hadden we daar heel veel overlast met hangjongeren. En dat werd echt heel erg vervelend. Er is toen een schietpartij geweest met dodelijke afloop. Waarbij de jongen die overleden is in onze achtertuin terecht is gekomen en daar onderweg naar het ziekenhuis is overleden. Dat heeft toen heel veel impact op de wijk gehad, op de buurt gehad. En er was toen één partij en dat was toen de Stadspartij. En die hielp alle bewoners en die heeft er ook voor gezorgd dat we het gesprek aan konden gaan met het gemeentehuis, met Don Bijl, de burgemeester. Die was toen net burgemeester en die heeft toen echt heel goed zijn best gedaan samen met de inwoners. Om te zorgen dat het opgepakt werd, dat er werd geluisterd naar de bewoners vooral. En ook de Stadspartij hielp ons daar echt verschrikkelijk goed bij. En dat ging echt, dat heeft een ommekeer in de wijk ook meegemaakt eigenlijk. Ommekeer, hoe bedoel je? Nou, het was altijd een beetje een hele rommelige wijk. Het werd wel de ghetto genoemd van Purmerend de Wimmolen. Maar door die vervelende gebeurtenis is die hele wijk om gaan draaien. De bewoners zijn elkaar vast gaan houden. Er werd een buurtvereniging opgericht. Mensen zagen wat er ging gebeuren. Er was een ommekeer. Mensen gingen hun schouders eronder zetten in de wijk. En dat was zo positief gebeuren. Dat de Stadspartij ook op een gegeven moment naar me toe kwam. Van God, Koen, zou jij ook op de lijst willen staan? Want ja, je weet ook je mondje wel te roeren in heel veel gevallen. En, nou, dat heb ik gedaan. Dus in september 2013 had Koen zoiets van, nou, we gaan op de kieslijst staan. En in maart 2014 werd ik om de voorkeur stemmen werd ik gekozen. Ja. Dus er zat Koen in de gemeenteraad. En het is natuurlijk een hele vervelende ervaring. Het is een hele mooie ervaring persoonlijk voor mij geweest in de gemeenteraad terecht te komen. Maar daardoor heb ik wel heel veel geleerd van hoe je met de bewoners om moet gaan. En hoe je moet luisteren, hoe belangrijk het is. Ik heb het zelf meegemaakt in de ervaring. Ja. En als je dan niet naar je wordt geluisterd als bewoner, dan voel je je echt in je hemd gezet, in de steek gelaten. Ja. En dat is toen echt wel goed gebeurd. En daar ben ik echt door een bijl nog steeds heel erkentelijk voor. Maar ook de Stadspartij die ons toen echt heeft geholpen als wijk. De Stadspartij bestaat al een aantal jaar. Ja. Vanaf wanneer? We zijn in 1993 opgericht. Ja. 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 En kan je een voorbeeld noemen van wat de Stadspartij heeft bereikt, naast wat je zelf noemde? Ja, nou ja, de Stadspartij is een Stadspartij Beemse Polderpartij, laat ik het wel voluit zeggen. Nou, ja. Is een partij die echt tussen de inwoners in staan. We zijn natuurlijk allemaal echt bewoners van Purmerend en Beemse, we zijn een lokale partij. We hebben geen affectie met Den Haag, dus de ene keer zijn we links, de andere keer zijn we rechts. En we kijken per onderwerp, per gebeurtenis, wat vindt de Purmerender? Wat is het beste voor de Purmerender? En soms moet je dan links zijn of soms moet je dan rechts zijn. Maar wij kijken puur naar Purmerend. En wij hebben ook als Stadspartij zijn we begonnen met het van buiten naar binnen werken. Luister naar je inwoners, betrek je inwoners erbij. En dat is heel belangrijk. En dat heb ik dus zelf ook meegemaakt. Dus daar zijn we mee begonnen. De Stadspartij Veiligheid staat bovenaan het lijstje bij de Stadspartij Beemse Polderpartij. Ja. Dus handhaving, meer handhaving op straat. Dat soort dingen hebben we echt wel teweeg gebracht, denk ik. En natuurlijk, er wordt nu ook heel veel gebouwd. En dat hebben we ook als Stadspartij samen met het college afgelopen periode gedaan. Met alle partijen uit het college is natuurlijk gigantisch. Wordt er geïnvesteerd in de stad. En ik denk dat we daar heel goed mee bezig zijn allemaal. Ja. En handhaving, hoe zie je dat voor je? Betekent dat meer blauw op straat? Meer blauw is altijd goed natuurlijk. Ja. Zeker de wijkagenten mogen wat ons betreft weer meer terugkomen. Want die worden door de bezuinigingen van Den Haag, wordt daar ook wel op bezuinigd. Maar handhaving is natuurlijk ook heel belangrijk. Ook in de binnenstad dat daar handhaving loopt. Ook wijkhandhaving die gewoon kijkt van jongens, doe alles netjes. Zorg dat het afval netjes is. Zorg dat je normaal parkeert. Dat je niet asociaal gaat parkeren. Want daar irriteren heel veel inwoners zich aan. Dus daarom is handhaving gewoon een heel belangrijk iets. Het is de veiligheid alles in je buurt. Je veiligheidsgevoel moet gewoon heel goed zijn. Ja.
Ik las vanochtend in de Volkskrant dat er ook met drones heel veel mogelijk is op dat gebied. Alles is open. Wat ons betreft alle mogelijkheden als het maar veiligheid oplevert. En dat vind ik gewoon heel belangrijk. Wat ziet u als de grootste uitdaging voor Purmerend? Ik denk de grootste uitdaging is het wonen. Iedereen heeft natuurlijk wil dat er meer gebouwd gaat worden. En als stadspartij en als afgelopen college worden er ook al meer dan 10.000 woningen gebouwd de komende jaren. Mm-hmm. En van die 10.000 zijn er dan ook zo'n 3.000, 3.500 sociale huurwoningen. En die hebben we ook keihard nodig in de stad. En die moeten we ook zeker gaan bouwen. En ik denk ook wel persoonlijk als we die 10.000, even meer dan 10.000 woningen gebouwd hebben, dat we als Purmerend ook wel aan de grenzen terechtkomen. Ja, we moeten ook zorgen. Er is wel genoeg plek voor die woningen. Nou ja, dat is dus inderdaad. Binnenstedelijk, zoals wij dat dan noemen, is het op een gegeven moment klaar. Je moet wel die leefbare stad houden. Je moet wel dat groen houden om je heen. En wat ik ook al zeg, je bent een woonstad. Mm-hmm. Maar je moet ook een leefstad moet je blijven. Ja. En daarom ook die voorzieningen wat we net al over hadden. Maar als je die woningen gebouwd hebt, dan ben je voor de Purmerenders ook wel klaar. Je moet wel blijven bouwen voor Purmerenders. Mm-hmm. We kunnen nog wel meer woningen bouwen, maar daar komen ook mensen uit Amsterdam hier naartoe. En we moeten eerst eens voor die Purmerenders zorgen, die een goede huisvesting hebben in de stad. Ja. Ja. En welke gebieden ziet u als veelbelovend om te gaan bouwen? Nou, we hebben natuurlijk nog Purmer Zuid-Zuid. Bij het Golftuin daar zijn nog goede locaties. En er worden hier natuurlijk in de stad zijn nog lopende projecten, zoals het Wagenweggebied. De omgeving van de Waterlandlaan, dat hele gebied. Mm-hmm. Dus er wordt nog heel veel gebouwd. En nogmaals, ik denk als we die 10.000 woningen gebouwd hebben, dat Purmerend echt wel op zijn voegen zit. Ja. En laatste vraag over het woondossier. Als je dan meer bouwt, betekent dat dan niet dat je in conflict komt met de natuurgebieden en de recreatiedoeleinden? Nou, dat is dus binnenstedelijk en zit je dan wel klaar, wat ik ook al zeg. Omdat dan groen begint te knellen. Ja. En buitenstedelijk, of tenminste aan de randen van Purmerend Zuid-Zuid. Mm-hmm. Daar zitten we natuurlijk ook met een moerasgebied, wat we wel, wat ons betreft toch wel moeten blijven waarderen en moeten blijven houden. En die gebieden kun je nog doen. Mm-hmm. En dan is het ook wel klaar. Hoe verloopt de samenwerking met de Beemster Polderpartij? Dat is al een aantal maanden aan de gang? Of, ja, we zijn medio mei, juni de gesprekken echt aangegaan met de Beemster Polderpartij. Ja. En die gesprekken zijn gewoon goed. We hebben dezelfde blauwdruk eigenlijk, we hebben dezelfde ideeën. En we waarderen elkaar ook erg, we ondersteunen elkaar. En wat ik net ook al zeg, het respect onderling is ook heel erg goed. Mm-hmm. Dus dat gaat gewoon heel erg goed. En daarom ben ik ook heel blij, persoonlijk heel blij, dat we de Beemsterlingen heel goed kunnen vertegenwoordigen in de nieuwe gemeente. Mm-hmm. Door de Beemster Polderpartij. Ja. En we hebben natuurlijk heel veel agrariërs zitten in de Beemster. En die moeten ook een oor hebben. We hebben ook als stadspartij Beemster Polderpartij gezegd, er moet een portefeuillehouder agrarische zaken moeten komen wat ons betreft. Dus een wethouder die onderdeel uitmaakt van agrarische zaken, die daar beheer over houdt. Mm-hmm. Want dat is wel heel belangrijk. Het is natuurlijk een gigantisch groot gebied, het Beemster, wat erbij komt. Ja. En die mensen daar, die moeten wel zeker wel gehoord worden. En het is voor hun soms al moeilijk, denk ik, want ja, ze worden opgeslokt, zoals ze dat zien, door Purmerend. En daarom ben ik gewoon heel blij dat we die Beemster Polderpartij bij de stadspartij hebben kunnen invoegen. En dat we samen als één grote partij luisteren naar alle bewoners verder kunnen gaan. Ja. Waarom moeten kiezers stemmen op de stadspartijen? Kun je daar een aantal redenen voor noemen? Nou, ik denk dat ik een aantal al een beetje genoemd heb. We zijn natuurlijk de lokale partij. We zijn heel, zoals heel veel mensen over ons zeggen, jullie staan met je poten in de klei. We zijn mensen die echt luisteren naar de inwoners en daarmee verder gaan, ook het gemeentehuis in. We zijn lokaal. We proberen het van buiten naar binnen werken steeds meer in te voeren. Dus samen met de bewoners doe je het beleid samenstellen, vaststellen. Mm-hmm. En we zijn gewoon een partij die ervoor knokken. Heel veel van ons zijn ook vrijwilligers bij diverse instanties en bij verenigingen. We organiseren veel dingen, evenementen in de stad. En daar haal je ook je input op wat je kan gebruiken. Ja. En dat vind ik gewoon heel belangrijk. Dat je samen met die inwoners voor je stad bezig bent. En natuurlijk, niet alles zal even goed gaan. Mm-hmm. Maar als politieke partij zijn we wel juist bezig om die stad nog mooier te maken. En nog completer te maken met goede voorzieningen. Dank u wel voor dit gesprek. Dit was Politiek Loket.